Hé, hey, je bent best goed erin. Een hele goede morgen en leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Het is vrijdag. En we zijn een beetje kip eten. Ja, en we zijn een beetje brak. Het is hartstikke gezellig hier met z'n allen. Oh, wat hebben we het leuk. Ik heb net lekker geëdit. En jongens, in deze vlog ga ik jullie de exacte datum... Nee. Deze vlog ga ik de exacte datum vertellen wanneer Hey Meisje uitkomt. En ik heb er heel veel zin in. Ik ben heel veel aan het voorbereiden ervoor. Maar het wordt hartstikke leuk. En Willem heeft er ook zin in. Ik ook hoor. Wat zeg je, Wim? Laat me er buiten. Hoezo? Laat me er gewoon buiten. Wim heeft er geen zin. Hey, Wimpy een drankje op gisteren? Nee. Maar ik voel me op zich prima. Ik voel me ook eigenlijk wel goed. Maar weet je wat ik dus gisteren heb gedronken? Wodka met spa rood, voor het eerst. Ja, ik vond het skinny niet bitch. Lekker. Oh, ik vond het dus wel lekker. Ja, ze noemen het skinny bitch inderdaad. Het smaakt gewoon naar water. Ja, ik vond het ook wel lekker. Ja, ik vond het echt heel vies. Ah, ik ook. Maar ik voel me daardoor wel beter vandaag. Ik nam echt een hele sterke... Zeg maar, jij hebt echt een hele sterke wodka. Lig je lekker? Ja. Maar jij nam een sterke... Je moet het gewoon zien als een shotje met water. Gewoon. Ja, maar als je een heel glas drinkt, is het toch veel? Nee hoor. Nou, je moet dan een beetje sippen, je moet niet gaan slokken, nee. Want dan... Sprite is lekkerder. Ja, nee, maar dat is... Jij had ook... Ja. Nee. Goedemorgen, jongens en meisjes. Nee, vind je niet hier. Hey. Dan, was het gezellig vanavond? Ja, het was heel gezellig, maatje. Ja? Ja, zie je er doorheen, vriend? Ja, maat. Danny is sinds een lange tijd weer een keer bij ons geslapen. Deze keer heeft hij in het andere appartement geslapen. Alleen Danny heeft het een beetje zwaar. Maar Dan, dat maakt niet uit. Het is niet erg. Ja, 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 ja. We hebben wat te vieren, Dan. Ja, 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 ja. Er zitten heel veel stukjes in. Wat is dit? Ja, dat heb jij ook besteld. Gast, ja. Dat kan me, man. Jezus, ja, ben je. Dan nou, weet je. Ik heb meer. Danny doet straks speciaal met iedereen. Hè? Wat? We zijn lekker aan het lunchen en het is hartstikke gezellig. Vandaag is het een opruimdag. Want we zijn het bed aan het wassen. En mijn deken hangt lekker een beetje te luchten. Heerlijk in het zonnetje. En kijk, we zijn de was aan het doen. Vooral ik. Ja. Zwarte was, de witte was zit al in. Mijn bed moet gewassen worden. Oh jongens, wat een feest, wat een feest. Ik hou van dit soort dagen. Maar het is vandaag wel hartstikke lekker weer. En dinsdag, aankomende dinsdag, dan wordt het 36 graden of zoiets. 35 graden. Bizar. Bizar. Ik had jullie iets beloofd wat ik deze vlog zou vertellen. En voor de mensen die mij volgen op Insta, die weten het al. Maar als je mij niet volgt op Insta, ga dat sowieso eventjes doen. Maar hier komt dan jongens. Hey Meisje komt de 29e uit. 29 juli, dus zet in je agenda. Ga naar mijn Insta, druk op de pre-save link om hem vast in je playlist te zetten. Zou ik heel erg leuk vinden. En jongens, het komt eraan. We gaan eindelijk beginnen met muziek uitbrengen. Daar heb ik er hartstikke veel zin in. Dus zet hem in je agenda, 29 juli. Nou, waar we nu zijn beland jongens... In een speelhal. Yeah. We gaan spelletjes spelen. Nou jongens, we hebben allemaal muntjes gekocht. En nu kunnen we allemaal spelletjes spelen. Het is een soort van game state eigenlijk. Hey, niet kapot maken. Wij gaan dit spelen, hè? Ik weet niet waar wij zitten. Ja, maar dit speelt een kaart voor mij. Oh, je hebt de knop erop zitten. Nee, misschien moet ik knop. Nou, waarom doet mij dat niet? Je moet hier drukken, hè? Oh. De bedoeling is hier dus dat je een balletje tegen de tanden aanschiet. Maar hier. Hey, maar hoezo krijg je nou zoveel tickets? Oh, ik snap het al. Wat? Hoe minder je vaak je schiet, hoe meer tickets je krijgt. Oh. Dus als je gewoon... Maar hoe kan je, je hebt toch sowieso 6 van die balletjes nodig? Nee, dan moet je in anders lukt het toch niet? Nee, dan moet je, ja, dan moet je ertussen schieten. Ja. Wat het leuke is aan dit soort speelhallen meestal is, zeg maar, je krijgt altijd van die tickets, maar uiteindelijk kan je niks met deze tickets kopen. Echt niks. Wel. Ja, maar dan krijg je een... Wil jij een Barbiepop? Nou, Ella wil een Barbiepop. Hé, hey, we gaan basketballen. Zo. Zo. Hé, hey, je bent best goed erin. Nou, 40 punten. Ja? Ik heb er nu 61. Hé, hey, ik mag nog gooien. Oh. Nou jongens, dit zijn onze tickets. Ik weet niet of dit veel is. Waarschijnlijk niet. Maar we gaan zien. Doe eens even wat leuks. Hé, hey, kijk. Hey. Oh, hoe vaak mag je? Nou, 1 keer dus. Ik wil ook een keer. Oké, let op hè. Ja. Even gooien.
2. Yes! Krijg je dan maar 2 van credits? Ja, kijk. Ik wil dit nog een keer doen. Nee, dat is zonde, hè? Ja. Kijk eens even, we zitten heerlijk in het zonnetje. Nou, jongens, uiteindelijk hadden we 131 credits. We konden niet eens een zakje snoep halen, moet je nagaan. We hebben €20 uitgegeven. Nee, joh, ja, maar wij waren ook echt niet. Nee, maar zeg maar, mee, dat zei ik net ook al, zeg maar, bij die games en hallen en zo, dan heb je altijd krijg je credits, maar je kan er uiteindelijk bijna niks mee. Maar goed, gelukkig krijg je voor je geld hier een heerlijk biertje. En jij een lekker wijntje. Lekker roséetje. Lekker roséetje, heerlijk. Zo, op de invalide plek en ik heb Ella lekker naar huis gebracht, was hartstikke gezellig. Hehe, ik ben altijd met Ella samen eigenlijk in het weekend. Meestal vanaf donderdag dan gaan we uitrijden ook en dan zijn we zaterdag overdag en dan gaat ze dan weer naar huis. Gezellig. Maar, ik vroeg net in de groepsapp die wij hebben met Willem en Ruud van wie is er vanavond thuis en heeft er zin om gezellig te gaan eten? Nou, niemand is natuurlijk thuis. Ruben is bij Amber, Willem die moet morgen werken, dus die is ook in Haarlem, zeg maar. Dus, ik ga richting Rotterdam, want daar zijn Gio, een andere Gio. Die hebben we wel een keer al gezien op beeld, maar dat is niet Gio Latoy, niet die Gio. En met Danny, en dan gaan we lekker eten. En dan in de avond waarschijnlijk weer een feestje vieren, zoals altijd. Dus, ik ga even een normale broek aandoen. En dan gaan we naar Rotterdam. En ik heb deze hele vlog, scène, heel staccato gepraat. Een hele goede morgen. Een hele prettige zonnige morgen, jongens. Moet je nou eens even kijken, hè, jongens. Mijn beste vriend is weer lekker aan het schijnen. Uitzichtje hier in Rotterdam. En we zijn gisteren gezellig uit geweest. En het is nu tijd om de auto in te stappen. Want wij gaan gezellig varen ergens in de buurt van Loosdrecht, Hilversum. Ik weet niet precies. En we gaan barbecuen. Dus vandaag wordt weer feest. Kijk, jongens. We rijden dus nu achter deze bus. En ik heb volgens mij al een keer in mijn vlog deze laten zien, maar deze gaat dus ook het water in. Je ziet hier dus, dit is een motor en dat is een motor. Dus deze zal dan ook gewoon varen. Hoe noem je zo'n ding? Een busboot, weet ik veel. Een was? Busboot. Ik kan niet nadenken nog maar checken. Danny is nog een beetje moe. Ik ben ook wel een beetje moe. Moe? Nou, moe. Moe en brak. Moe en brak en onzeker. Nee, het was wel hartstikke gezellig gisteren. Maar uiteindelijk was opeens iedereen weg, terwijl we nog met z'n tweeën. Maar we hebben het leuk gehad. Leuk gehad, zeker. Leuk gehad. En nu gaan we lekker varen. Den. Nu is het tering hard. Dit is het favoriete knopje op de JBL. Oh jongens, kijk eens eventjes, wat lekker. We zijn weer gezellig aan het varen. En vorige keer ging ik niet zwemmen, het was nog een beetje koud. Maar ik heb net wel gezwommen, het was heerlijk jongens. Oh, varen blijft zo lekker. Je hebt hier huizen staan aan het water, het is echt bizar. Net daar verderop, was, ja, hier, je ziet toch in de verte, deze is echt fucking vet. Oh, dat zou wel lekker zijn hoor. Een huisje aan het water, een bootje erbij, elke ochtend lekker op het water uitkijken. Heerlijk. Moet je kijken jongens. Het is hier een snackbar. Wat gezellig, op een eilandje. Helemaal leuk. Ik ben weer thuis jongens en net waar we aan het varen waren had ik geparkeerd. Alleen het was een hele smalle straat, er kwam een andere auto aan. Dus wij werden langs elkaar en het scheelde echt maar zo of we raakten de auto's. Kijk eens even jongens. Oh. En toen heb ik een stoepje geraakt. Het is echt vreselijk en jongens. Kijk even deze. Holy shit. Oh, deze doet nog steeds zoveel pijn. Oh, kijk dit. Holy shit. Misschien dat sommigen van jullie echt denken van, waar maak je druk om, weet je wel? Want sommige auto's die hebben echt gewoon hun hele velg is beschadigd, maar bij mij doet zoveel pijn. Ik raakte hem deze keer ook en je hoorde echt zo krrrr. Ik dacht, nee. Oh, ik krijg er helemaal kippenvel van. Echt niet chill. Trouwens, Hey Meisje staat al op TikTok, dus wil je die sound gebruiken, ga dan even naar TikTok typen in Hey Meisje Vincent Visser. Gebruik de sound, maak een TikTok erop. En dan ga ik hem liken en misschien dat ik ook wel reageer. Dus doe dat jongens, zou ik heel erg leuk vinden. En ik ben benieuwd wat jullie al allemaal kunnen maken op Hey Meisje. Maar de 29e dus, dan pas komt hij op Spotify en op YouTube de videoclip. En de videoclip wordt ook hartstikke vet. Ik ga mijn bed opmaken en dan ga ik heerlijk in mijn bed liggen, lekker slapen. Ik heb genoeg gefeest dit weekend. Maar morgen om 9 uur gaan wij richting... Oh mijn god. Zo, sorry, ik stop ineens met praten, maar jullie zien het niet. Er vliegen hier allemaal muggen hier. Oh. Gisteren ook, hè. Dat is één ding wat ik zo erg haat, jongens. Als je in het bed ligt en het is donker en je hoort opeens zo... Oh,
Vreselijk. Een hele goede morgen. Ik heb mijn rugzak bij me en mijn cameratas. Want we gaan vandaag iets hartstikke leuks doen. Ruben die heeft 2 jaar geleden, volgens mij is het alweer 2 jaar geleden. Hè? 1,5 jaar geleden heeft Ruben voor zijn verjaardag namelijk iets leuks gekregen. Namelijk parachutespringen. Parachutespringen. Dus wij gaan naar Texel, ook met mijn ouders. En dan gaan we uit de vliegtuig springen, jongens. En ik heb al 1 keer eerder uit een vliegtuig gesprongen. Nou ja, eigenlijk weer een helikopter was het. En ik vond het zo vet. Het is echt, je krijgt echt een adrenaline kick. Dus we gaan nu naar Haarlem en daar rijden we met onze ouders samen richting Texel. Want op Texel gaan wij springen, jongens. Maar dit wordt hartstikke dik. Let's go. Ben jij zenuwachtig? Weet je wel. Jij, heb je ooit uit het vliegtuig gesprongen? Nee, nee, hè? Nee, natuurlijk niet. Dat doe je ja, niet. Weet niet, misschien. Ja, maar misschien vroeger, pa, jij ook niet? Nee, dat doe je toch 1 keer en daarna nooit meer. Nou, ik vond het echt leuk. Ik vond het echt leuk. Nou goed, we gaan er vandoor, jongens. Op naar Texel. Op Texel en eigenlijk zouden we om 12:30 gaan springen. Alleen omdat er een lange wachtrij is, moeten we 2 uur later gaan springen. Dus om 2:30. En dan moeten we inchecken en dan horen pas wanneer we mogen springen. Omdat, ja, kijk, als het bijvoorbeeld heel hard waait of het is bewolkt, dan kan je niet springen. Dus we gaan eerst even lekker wat eten. Ik heb mijn drone meegenomen, dus we gaan even de lucht in. Daar komt ie. Hey Ruud, vond je dat niet geweldige dronebeelden? Oh, echt zo mooi. Het is echt niet normaal. Ruud, heb je er een beetje zin in, jongen? Ja, zeker. Is, ik dit is jou... op tijd aan de beurt zijn. Ja, dat. Het is alleen niet zo'n goed gevoel. Er staat een ambulance. Ja. Oh, oh. Dus parachute ging niet uit. Ja. Het was wel echt lijp. We kwamen hier net aan en toen zagen we dus iemand met een parachute uit de lucht vallen. Die maakte echt een zieke draai naar beneden zo. Maar blijkbaar was het gewoon, die was in zijn eentje aan het springen. Dus gewoon, weet ik veel, een prof of zo die trucjes aan het doen is. Maar mijn moeder schrok zich ook dat, nee joh, gaan we dat ook doen? Het ziet er wel lekker uit, zo'n ambulance bij zo'n pagapent centrum. Jeetje, ik weet niet wat er gebeurt. Misschien is iemand geland, net ja, verkeerd geland op zijn been, zou kunnen. Yo! Hey, waar zijn we opeens beland, joh? We staan weer op een veld. In een eiland ergens. Ja, dit is nu het vliegveld, dat weet ik wel. Hey, hoe was het? Ik geloof, heel vet. Kikken, hè? Ja, zeker weten. Mooi, hey, was je uiteindelijk een beetje nerveus in het vliegtuig toen de deurtje open ging? Nee, ik weet niet. Ik dacht, we gaan gewoon. Oké, okay, ja, ja. Ik had gewoon vertrouwen. Ik denk, jullie doen het ook wel. Ja, precies. En nog kunnen genieten van het uitzicht onder de parachute. Oh ja, zeker. Ja. Mooi boven Texel, hè? Ja, zeker. Mooi. Nou jongens, daar gaan de harnassen. En we zijn allemaal veilig geland. Behalve Ruup, die is nog weg. Het is wel goed gegaan, maar het is toch niet zo prettig dat hij er nog niet bij is. Zeg maar, dit is het hele plek waar je kan landen. Maar we waren best wel ver die kant op. En toen zei op een gegeven moment mijn instructeur, die zei ook tegen mij van... die anderen gaan wel heel ver. Maar Ruben die werd gefilmd. Dus zij zijn waarschijnlijk ergens anders op een weiland geland. Dus dat komt helemaal goed. Maar we moeten even op hem wachten nog. Volgens mij komt daar Ruben aanrijden. Zal het, ja? Ja, schat. Ruben is dus opgehaald met een busje. Ben je niet goed? Ben je niet... overleefd. Lekker. Waar landde jij? Daar, in de weiland. Maar hoezo, had je niet gehaald? Nee, we hadden niet gehaald. Maar lag je daar ergens? We waren bij de Koog. Was de restaurant uit zoeken. Ja, zeg. Mama was helemaal ongerust. Ja, dat dacht ik al. Nee, hij
zei wel tegen mij, die man, van oh, eentje gaat helemaal die kant, die gaat het niet halen. Toen wist ik het. Zo was jij. Maar het voelt voor mij wel prettiger dat je er nu ook wel echt bent. Ik wil ze op zijn gelijk. Ja, ik zal laten filmen. Zij zijn bij de Kogel land en de Kogel is zeg maar het uitgaansgebied van Texel, dus dat is wel grappig. Heb jij al een biertje gedaan, Ruup? Eentje. Eén biertje al? Hey, wat vond je hiervan dan? Ja, ik vond het fucking dik. Hoe vond jij het? Heel vet. Ja? Het begin is al... Ja, het is raar dat je zeg maar op het moment dat je gaat vallen, dat je echt denkt van, oh mijn god, ik ben aan het vallen. Ja, dan en dan op een gegeven moment is het nog wel chill. Even kijken, zo. En dan denk ik weer van, oh, geluid is hard voor mijn oren en zo. Ja, had je dat? Papa had dat ook. Ik had dat ook niet. Ja. Daar gaan we weer, jongens. Naar het vasteland. Texel was hartstikke leuk. Maar we gaan weer terug. Naar het vasteland. Jongens, neem maar even afscheid van Texel. Dag Texel. Dat was leuk. Ik vond het zo leuk, het springen. Ja, vond je het spannend? Ja, ik vond het spannend. Ik vond het heel even in het begin, dat je die mensen zo eruit ziet gaan. Dat zo, ja, dat was echt heel dik. Dat die cameraman van jou. In het vliegtuig zaten ook nog twee andere. Oh, sorry. Ja, dat geeft helemaal niet. Ik snap het niet interessant. Gaat u maar. In het vliegtuig zaten ook nog twee andere of drie andere mensen die zelf gingen springen. Maar die gingen aan de zijkant van het vliegtuig hangen. Toen sprongen ze allebei tegelijkertijd naar buiten. Het zag er zo dik uit. Echt uit zo'n film. Maar die cameraman van Ruup ook. Ja, die beelden ga je wel laten zien, toch? Ja, die kwam ook in de vlog. Die zijn net al in de vlog geweest. Nou jongens, gaan we lekker naar huis. Daar gaan we. Ik kwam allemaal, hè? Nee, je ziet het niet. Jongens, ik weet niet of jullie het zien. Maar al die lichte plekken die je daar ziet zijn allemaal kwallen. Echt heel ziek. Sluiten? Ja, sluit jij maar volgens mij van. Jongens en meiden, bedankt voor het kijken naar de vlog van Vincent Vapser. Tot morgen. Of nee? Ja, ik wil niet elke dag. Nee. Tot volgende week. En nee. Later. Nee, niet tot volgende week. Tot over 3 dagen. Tot dinsdag. Tot dinsdag.